Dag, mijn naam is Ar. Je hebt een analoguurwerk die 12 uur gaat. Je hebt Jan. Per 2 uur loopt zijn klok 1 minuut voor. Bij Piet loopt per 4 uur de klok 5 minuten voor. Dat staat er bij, dat er een 12 uur bijna. Wanneer hij terug gelijk betekent, na hoeveel dagen. Wel, dit betekent feiten dat bij Jan per 2 uur heb je 1 minuut. Dus per 4 uur heb je 2 minuten. Voor Piet heb je per 4 uur 5 minuten. Dat betekent feiten dat er per 4 uur 3 minuten verschil is. Dus per 4 uur. 4 uur is er dus 3 minuten verschil. Nu, wanneer zijn de klokken terug gelijk? Dat is als ze terug op 12 staan. Dus dat betekent terug op 12. Dat betekent terug op 12. 12 betekent in feite 12 uur is 720 minuten. 12 uur pas 60 is 720 minuten. Ja, dat betekent in feite, als elke 4 uur 3 minuten is, betekent dat 240 omwentelingen zijn. Ja, 240, maar van elke keer 4 uur. Ja, dan moet, nu, 4 uur betekent ja, dat er in één dag 24 keer 4 6 omwentelingen zijn. Als je 240 keer 6, dan krijg je dus 40 dagen. Het antwoord is dus B, 40 dagen. Dankjewel, bye bye. Goedendag, ik maak met veel plezier video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.